Op vijf ROC's in Rotterdam komt een blouverbod. Leerlingen krijgen een boete of een haltstraf opgelegd als ze hash of wiet roken rond de school. Binnen twee jaar wordt een blouverbod uitgebreid naar twintig andere vestigingen van het Rotterdamse Zatkien en het Albeda College. Een deel van de eerste Maasvlakte heeft vandaag een uur zonder stroom gezeten. Onder meer het chemiebedrijf Liondel, Eon Benelux en de APM Terminal werden door de storing getroffen. Rond kwart voor één waren de problemen verholpen. De organisatie van de vijfdaagse taizé bijeenkomst in Rotterdam is nog steeds op zoek naar gastgezinnen. Over twee weken komen 25.000 christelijke jongeren uit heel Europa naar Ahoy. Maar het is de organisatie nog niet gelukt om voldoende slaapplaatsen te regelen. Bijna 10.000 jongeren hebben nog geen bed. Sparta en FC Utrecht hebben overeenstemming bereikt over een transfer van Kevin Stroopman. De international van Jong Oranje zal in de winterstop de overgang maken naar de Domstad. Ricky van den Berg verhuist per direct van Adel Den Haag naar Sparta. De Spits krijgt een contract dat loopt tot het einde van het seizoen.